Het eerste half uur controleert Brugge de partij zonder echt gevaarlijk te zijn. Dit schot van Klukowski is het beste wat blauw-zwart liet zien. Gent komt met de rust in zicht beter in de wedstrijd. Olufadi met de voorzet en Valgare kopt de bal in eigen doel. 1-0. De Buffalo's gaan met een voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg krijgt vleugels na de openingstreffer. Olufadi laat de bal aan Foley en de lange Ier schieten 2-0 voorbij Stijnen. Knappe actie, Olufadi als bliksemafleider en Foley als afwerker. Brugge zakt na de 2-0 helemaal in elkaar. Iets voor het uur komt de bal voor de voeten van Alin Stoica en de Roemeen schieten 3-0 staalhard voorbij Stijnen. Gent met anderhalf been op de heizel. Brugge lijkt uitgeteld, maar in de slotminuten kan blauw-zwart de terugwedstrijd nog redden. Bosco Balleban met de kop. 3-1, het doelpunt van de hoop. Al kan Gent over 3 weken met vertrouwen naar Brugge afzakken. Je moet vertrouwen putten uit dit resultaat. Brugge is niet de eerste, de beste ploeg. Hè. Het is toch de halve finale en een 3-1, ik zei het, is geen slecht resultaat. Nu moeten we ook niet een dikke nek hebben, een beetje bescheidenheid. Siert wel de mensen, denk ik. En je weet, 3-1 kan een linker uitslag zijn als je Gins gaat voor het alleen te verdedigen. Dus we zullen trachten van Gins ook hetzelfde voetbal te brengen dat we vandaag gebracht hebben.